نحمده ونصلي ونصليهم على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القران المجيد والبرهان الرشيد بسم الله الرحمن الرحيم لا اقسم بهذا البلد وانت هل بهذا البلد ووالد وما ولد صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم Salatum wa salam an ya sayyidi ya rasul Allah. wa salamun alaikaya ya syyidi ya habib Als allereerste wil ik iedereen die aanwezig is feliciteren dat Allah subhanahu wa taala ons de gunst heeft gegeven om die bijzonder persoon, de geliefde van Allah subhanahu wa taala, zijn milad te kunnen vieren en aanwezig te kunnen zijn. En mogen Allah subhanahu wa ta'ala ons de gunst geven om ons elke keer en keer op keer te kunnen roepen in zo'n bijeenkomst waar de geliefde van Allah subhanahu wa ta'ala wordt geprijsd. En waar de liefde van Allah subhanahu wa ta'ala duidelijk wordt voor Rasulullah alayhi salatu Allah subhanahu wa ta'ala die zegt in de heilige Koran, la uqsimu bi hadhal balad. Allah subhanahu wa legt een eed af en die zweert op de stad van al Mukarrama. En waarom legt Allah subhanahu wa een eed? Wat wij niet moeten vergeten, dat Allah subhanahu wa is niet een mens. Allah subhanahu wa ta'ala is Khaliq. Die is de schepper van de werelden, de schepper van de mensheid, de, van de, de sche schepper van de dieren. Dus Allah subhanahu wa is vrij van een eed afleggen, maar alsnog in de kalam van Allah subhanahu wa legt Allah subhanahu wa een eed af en hij zegt, La uqsimu bi hadhal balad, ik zweer op de stad van Makkatul Mukarrama. En waarom? Wa an tahillum bi hadhal balad, waarom? Omdat ja Rasulullah, sallallahu alayhi wasallam, omdat jij aanwezig bent in de stad van Makkatul Mukarrama. Daarom zweer ik op de stad van Makkah Mukarrama. Daarom leg ik een eet af van op de stad van Makkah Mukarrama. Allah subhanahu wa ta'ala kijkt niet naar Makkah Mukarrama omdat de Kaabatullah, de eigen huis van Allah subhanahu wa ta'ala en Makkah Mukarrama aanwezig is. Allah subhanahu wa ta'ala kijkt niet naar Kaabatullah en legt die eet af. Allah subhanahu wa ta'ala die kijkt niet naar de zegeningen en de wonderbaarlijke manier hoe Abi Zamzam naar voren gekomen is en ontstaan is. Allah subhanahu wa ta'ala kijkt daar ook niet naar en zegt: Ik zweer op de stad van makkah al Mukarrama. Allah subhanahu wa ta'ala kijkt ook niet naar Safa en Marwa en zegt: Ik leg deze eet af op makkah al Mukarrama. Maar Allah subhanahu wa ta'ala kijkt naar deze punt: Dat het geboorteplek is van Rasulallah sallallahu alayhi wa wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala kijkt naar de geboorteplek van Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam en daarom legt hij die eet af op Makkah al Mukarram. Vervolgens komt er nog een vers. wa din wa ma walid. Nu, deze vers, er zijn heel veel tafsir. Volgens één tafsir, met walid, wordt er bedoeld de ouders van Rasulullah sallallahu wa sallam.

De ouder is en wama walad, de kinderen, is de ummate Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Dus Allah subhanahu wa ta'ala heeft ons dan, ons de gunst gegeven om tot zo'n ummate te behoren. Tot zo'n ummate te behoren dat degene die de leider is van deze ummate, alles is gecreëerd voor diegene. Alles is gemaakt voor diegene. Hier heeft imam Ishqe Mohabbat, imam Ala Hazrat امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمتہ اللہ علیہ خزع زمین و زما تمہارے لیے مکینوں مکا تمہارے لیے اٹھے ہم ائے بھی ہم ائے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے دات ہے مل دا ارده اس گشاپو فور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و زین ہی ان gekomen رسول اللہ علیہ السلام and wasule de dag van kıyamat ook رسول اللہ علیہ السلام Allah Subhanahu wa Ta'ala heeft ons dan die gunst gegeven. De onderwerp is natuurlijk de verbintenis met de alayhi salatu salam. Maar hier, wat ik eigenlijk duidelijk wil maken, is dat Allah Subhanahu wa Ta'ala, die kijkt niet naar de stad van Makkah al Mukarramah, maar die kijkt naar wie de stad gebonden is. Dus zelfs hier een verbintenis, is duidelijk dat Allah Subhanahu wa Ta'ala een eed aflegt.

Als Rasulullah salam aanwezig zou zijn op Gare Hira... dan zou Allah subhanahu wa ta'ala deze eed afleggen van Gare Hira. Als Rasulullah salam aanwezig zou zijn op Gare Thaur... dan zou Allah subhanahu de eed afleggen van Gare Thaur. Maar de moment dat Allah subhanahu wa ta'ala de eed heeft afgelegd... dat was voor Rasulullah salam de hijra mubarak heeft verricht... En naar Medina tul Munawwara is gegaan. Dus deze surah is wat wij noemen een Makki surah. En een Makki surah is die surah die neergedaald is voordat de Rasulullah wasalam naar Medina tul Munawwara is gegaan. Hier hebben nu heel veel mensen en heel veel groeperingen van schriftgeleerden. De vraag naar boven gehaald: van welke plek is dan beter, Makka tul Mokkarma of Madinatul Munawara? Welke plek heeft meer aanwezigheid waar wij als moslims en muminen kunnen benutten van zegeningen in Makkah tul of in Madinatul Munawara? Nu drie, de aima mujtahideen, de vier aima mujtahideen die bekend zijn. Drie fans hebben gezegd Makkah al Mukarrama is beter. En waarom? Omdat Hajj daar gedaan wordt. Waarom is Makkah al Mukarrama beter? Omdat de Kaaba al daar aanwezig is. Waarom is Makkah al Mukarrama beter? Omdat Hazrat Ibrahim alayhi salam de Kaaba heeft herbouwd en ervoor gezorgd heeft dat de Kaaba nog mogelijk is. Dus de drie imamen zeggen Makkah al Mukarrama is beter. Hier zegt een imam, en dat is Hazrat Imam Malik radhiyallahu ta'ala. Die zegt dat de, de antwoord is duidelijk in de vers van de Koran. En dat is waar Allah subhanahu wa zegt: La uqsimu bihaadal balad. Ik zweer op deze stad, Makkatul Mukarrama. En waarom? Wa antahillum bihaadal balad. Omdat Rasulullah alayhi salatu salam aanwezig is in Makkatul Mukarrama. Dus de betekenis is dat. De tijd dat Rasulullah salam aanwezig was in Makkah al-Mukarrama, dan was Makkah al-Mukarrama een betere plek voor ons om te gaan. En de tijd dat de Rasulullah salam de laatste plek en de rustplaats heeft gemaakt in Madinah tul -Munawwara, dan is Madinah tul -Munawwara de betere plek geworden. Ja, Eén ding wat wij niet moeten vergeten ook, de, dit, er zijn meerdere dingen naar boven gekomen. Als er in Makkahul Mukarrama één goede daad verricht wordt, dan de, de worden de zegeningen 100.000 maal. En als, de, als er een goede daad verricht wordt in al Munawara, dan is het maar 50.000 maal. Dan, vaak wordt er gezegd: maar als wij meer kunnen benutten in Makkahul Mukarrama, dan kan Makkahul Mukarrama beter zijn. Maar wat er vergeten wordt, dat al Mukarrama, alhamdulillah, de huis van Allah subhanahu wa ta'ala, die is daar. Hajj wordt daar verricht, umrah wordt daar verricht. Maar in al Mukarrama, als iemand ook een slechte daad, een zonde verricht, bewust of onbewust, dan is dat ook honderdduizend maal. Dus als iemand dan goede, tien, tien keer goede daden verricht, maar tien onbewuste of bewuste zondes... Verricht in Makkathul Mukarrama, dan blijft de stand gelijk. Dan, er is er, dan is er niet iemand die dan zegt van, oh ik heb benut in Makkathul Mukarrama. Ik heb heel veel zegen naar binnen gehaald. Nee, want onbewust zijn er ook zondes gegaan, gebeurd. En onbewust die zondes die dan ook verricht zijn, die is dan ook honderdduizend maal. En in Madina Munawara... munawwara als één zonde gedaan wordt. Als één slechte daad verricht wordt, blijft die zonde één. En als één goede daad verricht wordt, dan wordt het, het 50.000 keer meer. En waarom? Dit is Madinatul Munawara. Hier zeggen Ulamai karam, schriftgeleerden zeggen: als die ene zonde nog overblijft bij jou, voordat je terugkomt van waar je bent gekomen, dan zul je ervoor moeten boeten. ليش؟ لأن هذا هو الأمر من رحمة للعالمين. رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في مدينة المنورة. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من زارت كبري فوجبت شفاءه. أي أخذ من يرى، من يرى بزيارة، من يرى بزيارة من هذا الجراف، أي أخذ مني شفاءه.

waar Rasulullah salatu salam zegt een hele bekende hadith maar ik zal het alsnog naar voren halen ana madinatul ilmi wa yun babuha ik ben de kennis ik ben de stad van kennis wa yun babuha en rasul en hazrat ali al-murtada allah ta'ala an is de deur tot deze stad van kennis wat is de reden waarom Rasulullah een voorbeeld heeft gegeven als stad? Want als wij een stad binnentreden, dan is er alle soorten kennis aanwezig. Dus er is helemaal geen kennis die op aarde gekomen is of zal komen. Die los is van Rasulullah salam zijn kennis. Rasulullah salam. Die is op de hoogte van elke kennis. En daarom zei Rasulullah a.s. Ik ben de stad van kennis. waaliyun Babuha en Hazrat Aliyeh Murtaza radiallahu ta'alaam is de deur tot deze stad. Wil jij deze stad binnentreden? Wil jij deze stad binnentreden en kennis vergaren en benutten van de kennis die van Rasulullah a.s. afkomt? Dan ga eerst langs Hazrat Aliyeh Murtaza radiallahu ta'alaam. Op deze punt, toen Hazrat Jibreel alayhi salatu salam dat heeft gehoord, is Hazrat Jibreel alayhi salatu salam in een menselijke vorm gekomen. En die komt bij Hazrat alayhi Murtaza radiallahu ta'ala. En hij zegt: Is het waar? Ben jij de deur van kennis? Is het waar? En toen zei Hazrat Ali Murtaza radiallahu ta'ala, als Allah alayhi salatu dat heeft gezegd. Dan zal het zo zijn. Dan zal het zo zijn. Toen zei Hazrat Jibrail, alayhi salatu salam, hij zegt, als jij de deur van kennis bent, vertel mij waar is Jibrail nu, op dit moment. Hier heeft Hazrat murtaza die ta'ala zijn ogen dicht gedaan. En hij heeft zijn kennis gebruikt natuurlijk. En op zo'n manier. Hij doet zijn ogen voor een tijdje dicht en hij, hij zoekt waar Hazrat Jibreel alayhi salatu salam is. Na een kleine tijdje maakt hij zijn ogen open. Hij zegt tegen Hazrat Jibreel alayhi salam, hij zegt dat is heel vreemd. Hij zegt, ik heb in de hemelen gezocht, ik heb geen Jibrail gevonden. Ik heb op aarde gezocht, ik heb geen Jibrail gevonden. Dan is er maar één antwoord en maar één mogelijkheid. En dat is of jij bent Jibrail of ik ben Jibrail. En dat is dan de kennis en de status van Hazrat Ali Murtazar. die ta'ala. Dat is dan ook nog een volgeling, een hashik En de schoonzoon van Huzur Ali salatu salam, dan is er niet meer te praten over de status van Huzur Ali salatu salam. We kunnen blijven praten over de status van Huzur Ali salatu salam. Maar we zullen zelf niet weten wat de status van Huzur salatu salam is. Tot een moment. waar Hazrat Abu Bakr z-Diq ta'ala. en Huzur heeft gevraagd. Hij zegt: Ja, Rasulullah, wat is jouw hakikat? Wat is jouw werkelijkheid? Rasulullah alayhi salatu was salam. die zegt: Ja, Abu Bakrin. Lam yarifu hakiket aan gairi rabbi. Hij zegt: Ja, Abu Bakr. Ik weet zelf niet wat mijn werkelijkheid is, wat mijn hakik is. Gairi rabbi behalve Allah subhanahu wa ta'ala. Dus, Rasulullah alayhi salatu salam. Is de leider van Ummate. Muhammad sallallahu alayhi salatu salam. Rasulullah alayhi salatu salam is de voorbeeld. En als Rasulullah alayhi salatu salam zelf zegt. Dat degene die zoveel mogelijk de roed en salam stuurt op mij, zal degene zijn die het dichtbijzijnde zal zijn op de dag des oordeels. Op de dag van Qayyamat zal de, de dichtbijzijnde persoon bij mij zijn, is diegene die het meest de roed en salam voor mij heeft gestuurd. Degene die naar mij ging zoeken. En zoeken op welke manier. En dat is de band creëren met Rasulullah. Vaak wordt er gezegd: ja, alhamdulillah, ik lees mijn salaat vijf keer per dag. Ik draag hoofddoek of ik heb een baard. En ik volg de sunnah van Rasulullah. Dus ik zal wel een ashik kunnen zijn, of ik zal wel tot een van de geliefden van Rasulullah behoren. Maar Rasulullah alayhi salatu salam, als wij een werkelijke band met Rasulullah alayhi salatu salam, willen bouwen, en als die er al is om hem te versterken, dan is het de sunnah van Hozoor alayhi salatu salam, niet alleen volgens onze kennis naar binnen halen, maar ook om het in praktijk te brengen. Ook om deze sunnah te hanteren in onze dagelijkse leven dan is het een band creëren met de rasulallah sallallahu Zolang die band zolang deze sunnah niet gehanteerd wordt in het dagelijkse leven, zal rasulallah ook niet dichterbij komen. Als wij als de volgelingen van rasulallah de bescherming willen van rasulallah dan moeten wij die sunnah van rasulallah omhelzen. En in praktijk brengen in ons dagelijkse leven. En dan komen wij in een verbindenis met Rasulullah. Het is niet zomaar dat Allah subhanahu wa ook zelf een eed aflegt in de Koran. voor de stad van Makkatul Mukarramah. Nee, Allah subhanahu wa kijkt dat de stad van Makkatul Mukarramah. een verbindenis heeft met Rasulullah. En daarom. en daarom legt Allah subhanahu wa een eed af. Dus het belangrijkste is een band creëren met Rasulullah salam en dan een verbindenis met Rasulullah salam als een volgeling van Rasulullah salam zal dan plaatsvinden. Allah subhanahu wa ta'ala maakt deze beloften zelf in de Koran. Het is geen puzzel. Het is geen raadsel en het is zeer zeker geen twijfel. Want de vers van de Koran, die is de kalam van Allah subhanahu wa ta'ala. En waar Allah subhanahu wa ta'ala zegt voor waar. Allah subhanahu wa ta'ala zegt tegen de Koran. Ja, Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam zegt tegen deze mensen. Vertel jouw volgelingen. Vertel de umma, In kuntum tuhibbuna Allaha." Als jullie willen dat Allah subhanahu wa taala van jullie gaat houden, volg mij, volg mijn sunnah, volg mijn handelingen, En daar maakt Allah subhanahu wa taala de belofte: ik zal automatisch van jou houden. Dus eerst, als wij de Mahboob van Allah subhanahu wa taala willen worden, moeten wij de mahbub van de mahbub worden. En dan heeft Allah subhanahu wa taala ons die belofte gegeven. Ik zal automatisch van jou houden. En waarom? Als wij eerst de handelingen volgen van Rasulullah salam. En het is niet alleen Rasulullah salam, Maar de sahaba e De sahaba e Karam die behoort tot die categorie. De Sunnah van Rasulullah is heel makkelijk om te vinden. Als wij naar de boeken kijken. Dan wordt de zieker gedaan. De sjaan en de bayan wordt gedaan van Rasulullah in de boeken. Zelfs de Koran, de alif van Alhamdulillah, tot de zin van Nas van is de hele Shan en bayan van Rasulullah. Maar het gaat niet alleen om het zikr, het gaat niet alleen om het schriftelijke van de sunnah van Rasulullah. Daarvoor hebben wij Auliai Kamilien, die ons laat zien hoe het gedaan moet worden. De, de deur van Nabuat, van profeetschap, die is gesloten. Maar de deur van Wilayat heeft Allah subhanahu wa tot de dag van Qiyamah open gelaten. Tot de dag van Qiyamah is de deur van Wilayat open gebleven. En Allah subhanahu wa zal Auliai Kamilien blijven sturen voor ons. Om te laten zien hoe de sunnah van Rasulullah in praktijk gebracht wordt. Hoe de sunnah van Rasulullah gehanteerd moet worden. En het verschil tussen een wali en een nabi. De bekende en de duidelijke redenen zijn er wel. En dat weet iedereen wat het verschil is. Maar om het mooier te maken, Piranapir, dastagir, Hazrat Sheikh Abdul Qadir Jilani, Radhiallahu Ta'alaan, die zegt, als ik een zandkorrel of een rijskorrel op mijn handpalm zet, precies zo zie ik de wereld op mijn handpalm. Precies zo zie ik de wereld op mijn handpalm. En dat is dan een wali van Allah subhanahu wa ta ta'ala, geen nabi. Een Nabi van Allah subhanahu wa taala, en dan praten we niet zomaar over een Nabi. Dan praten we over ...Rasulullah Allah sallallahu alaihi wasallam. Als hij die hand, die zandkorrel ook op zijn hand heeft, dan ziet hij ook de wereld zo. Verschil is hier dat een Nabi en een Wali hebben beide die hand, die zandkorrel uh, op hun handpalmen. Maar een wali ziet niet wat achter die zandkorrel is en een wali ziet niet wat onder die zandkorrel is. En daar is het verschil tussen de kennis van een wali en Rasulallah a.s. Zelfs een wali is dan beperkt met zijn kennis. En waar Rasulallah salatu niet tot geen beperking heeft, wat onder en achter de korrel verschilt en wat zich afspeelt. لذلك إن أمة رسول صلى الله عليه وسلم تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم يتطلب الصنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يجبد الصنة رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس رسول الله صلى الله عليه وسلم Als Rasulullah de hoogte is, hier heeft Huzur salatu salam gezegd: Degene die een van mijn sunnah levend houdt tot de dag van Qayyamat tot de dag des oordeels diegene zal beloond worden met de zegeningen van honderd shuhada. Niet één, niet twee, maar honderd shuhada. En iedereen weet de status van een shahid. Van een martelaar in islam, die is hoog. Daar zal ik het niet over hebben, dat is een hele ander onderwerp weer. Maar 100 juhada, de, de zegeningen van 100 juhada bij één persoon. Alleen die de sunnat van Rasulallah levend houdt tot de dag van kajamet. Daar heeft Rasulallah zelf een beloning voor gegeven. Dus er is geen nadeel om de sunnah te hanteren. Alles wat er gedaan wordt is voor de sunnah, voor Rasulullah. Iedereen hier, alhamdulillah, iedereen leest, iedereen leest namaz. Iedereen leest salat. Maar, voordat er de twee rakaat vers wordt gelezen in Fajr, wordt er twee rakaat sunnat gelezen. Er wordt twee rakaat. Sunnat gelezen. En van deze twee rakaat Sunnat, nadat die gelezen wordt, dan pas kom je bij de vers. De dus zonder de Sunnat zou je niet bij de vers kunnen komen. Precies zo, als wij akida meenemen, zonder Rasulallah alayhi salatu salam, zullen wij Allah subhanahu wa ta'ala niet vinden. En waarom wij. Van geluk mogen spreken dat wij tot deze umma behoren. En wat de nisbet is, wat de verbindenissen van deze umma, is omdat in dezezelfde zelfde umma, Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallahu taalaan aanwezig is, Hazrat Umar Farooq radhiyallahu taalaan aanwezig is, Hazrat Uthmane Ghani radhiyallahu taalaan is aanwezig in deze umma, Hazrat Aliye Murtaza رضي الله <سؤال> تعالى عن سيدنا بيزا خنديش أمه هزلت بايزيد بستامي رحمة الله عليه إذا بيزخ خنديش أمه هزلت شيخ القادر جيلاني رضي الله تعالى عن إنسان بيزخ هنديس وأمة هزلت رابية بسري رحمة الله عليها إس عن بيزا هنديس أما هزلت باختيار قاكي رحمة الله عليه إذ عن بيزا خنديش أما هزلت مخدومة سمناني رحمة الله عليه إذ عن فييزا خنديش أمه هزلت Hazrat Khwaja Yajmeri, al Rasul sallallahu alayhi wa die is aanwezig in deze umma. Hazrat Nizamuddin Awliya, Rahmatullah is ook aanwezig in deze umma. En precies zo zal Allah subhanahu wa ta'ala de vrome mensen, de salihin van deze umma, blijven sturen. En in dezezelfde umma behoren u en ik. In dezezelfde umma behoren u en ik. Dus wij kunnen dan. Van geluk spreken dat Allah subhanahu wa ta'ala ons die gunst heeft gegeven. Dat wij in die umma behoren. Tot die umma behoren waar de salihin van Allah subhanahu wa ta'ala. De salihin die de sunnah van Rasulullah salam hanteert. En ons leert hoe wij dat in praktijk moeten brengen. Dan zijn wij heel gelukkig. En met dezezelfde sunna zal Allah subhanahu wa ta'ala zeggen van, jij hebt mijn habib gevolgd, elke handeling gevolgd, elke daad gevolgd, de sunna van mijn habib levend gehouden, in de moeilijke tijden, Rasulallah alayhi salatu wasalam niet vergeten, in de makkelijke tijden en in de gelukkige tijden, Rasulullah niet vergeten? Jij bent een ashiker Rasul. Mensen kunnen altijd claimen: Ik ben een Ashikir -e Rasul. Maar zolang Allah wa en zijn Habib, Ahmad de Mujtaba, Mohammed Rasulullah, sallallahu alayhi wa niet zegt: Jij bent mijn Ashik, dan is het geen. Garantie dat wij Ashik zijn. Alleen kunnen wij ons best doen. Wij kunnen ons best doen om te behoren tot die categorie. Wij kunnen behoren tot, tot de categorie van Ashik Rasool als wij ons best doen. En als wij de moeite doen om, om dichter bij Rasulallah te kunnen komen. Mocht Allah subhanahu wa ta'ala ons de tofiek geven, de gunst geven. Om elke sunnah van Rasulallah te omhelzen, ons eigen te kunnen maken en in onze dagelijkse leven te kunnen praktiseren en te hanteren, zodat wij in de dag van Qaymat, op de dag van Qiyamah kunnen opstaan en onder de bescherming van Rasulallah en Allah, subhanahu wa Allah ons de gunst geven. Om elke sunna van Rasulullah alayhi salatu salam, in onze dagelijkse leven te kunnen hanteren. Wa akhir dawana, an ilhamdulillahi rabbil alameen.